Streekgala in de Ooypolder. Juni is dé maand om schapen te scheren. 250 medailles voor het Feest der Kampioenen. En een militaire oefening in Museumpark Orientalis. Maar eerst. Een mooie buurtbank en vele mozaïektegels verfraaien al een tijdje het buurtpark Het Groeske. Tot een officiële onthulling was het nog niet gekomen. Maar nu er ook een bord met uitleg over dit project klaar was, wilde men er toch nog een officieel tintje eraan geven. Samen met wethouder Irma van der Scheur waren ondanks de warmte maandag 24 juni de nodige personen aanwezig die aan dit project hun steentje hadden bijgedragen. Dassenboom heeft dit jaar 15 jonge dassen in de opvang. Ook dassen zoeken verkoeling met dit warme weer. In het begin vonden ze het pierenbadje nog een beetje eng, maar eenmaal gewend speelden en spetterden ze er vrolijk op los. Vanuit het hele land kwamen vanaf begin mei de eerste jonge dassen al binnen. Dassenboom verzorgt deze verweeste en gewonde dassen in hun eigen opvangcentrum te Beek. En eenmaal aangesterkt worden ze weer uitgezet. Stichting Dassenboom zet zich nu al bijna 40 jaar in voor dassen en hun leefomgeving. Vanwege blauwalg in het Willebergmeer kan er al jaren in de zomermaanden nauwelijks gezwommen worden. Om de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren, wordt de plas nu uitgebaggerd. Daarom is het Willebergmeer in Beek tot begin september zo goed als geheel afgesloten voor recreanten. Het strand, de ligweides en de toegangswegen zijn uit veiligheidsoverwegingen voor het publiek gesloten. Alleen de doorgang naar het fietspad richting de Toornse Molen over de parkeerplaats en het wandelpad aan de noordzijde van de plas zijn nog toegankelijk. Aan het Streekgala Regio Ooypolder deden dit jaar 3 verschillende boerenbedrijven mee. Op een van de mooiste plekjes in de Ooypolder ligt stalhouderij en zorg op maat Kasteelse Hof. Vanuit de stalhouderij worden allerlei paardgerichte activiteiten aangeboden. Vanuit zorg op maat Kasteelse Hof wordt begeleiding geboden aan kinderen en volwassenen met uiteenlopende problematiek. Nou, dit is misschien een voorwagen, noemen ze dat. Hiermee doe je paardentractie. De paarden trekken de wagen, de wielen zetten het om in kracht. Naar de PTO. De PTO drijft de machine aan. Hij is hydraulisch, we hebben hydrauliek. We kunnen heffen, allemaal op een accu, een tractieaccu. Dus de paarden doen het werk. Het moderne, het oude gebeuren komt weer terug in het moderne jasje. Ois Moois, de zelfpluktuin van de familie Arns, is een perfecte plek voor een rustmoment tijdens een wandeling of fietstocht door het mooie natuurgebied de Ooypolder. Op deze bijzondere plek kan men genieten van frambozen, bramen, bessen of een mooie bos bloemen en dat alles mag u dan zelf plukken. Naast deze producten is er ook cider, vruchtensap, jam en honing te koop.
Sinds 2002 runt de familiedame de melkveehouderij De Heikamp in de Leutse straat te Ooi met daarnaast een kleine akkerbouwtak. Eind 2004 is de kinderopvang erbij gekomen. En vanaf augustus 2011 zijn ze samen gaan werken met Vereniging Nederlands Cultuurlandschap om de biodiversiteit van de natuur in deze streek verder te verbeteren. Het is heel warm. De jas gaat nu uit. Is dat echt speciaal omdat het warm is? Nee, het is omdat ze jaarlijks geschoren worden. Sterker nog, het lijkt dat ze daardoor heel erg warm hebben, hè, met een wollen jas. Maar het isoleert ook tegen warmte. Juist, het lijkt tegenstrijdig, maar het isoleert in die zin voor kou. En vandaar dat we niet voor ijsheiligen scheren, dus niet voor half mei. Het is voor de dieren natuurlijk ook wel prettig om een keer een wol eraf te hebben. Dus vandaar dat we nu scheren, meestal in de maand juni. Ja, dit zijn echte props. Die kunnen soms een schaap in 1 minuut scheren. Een vast team die vorig jaar al bij ons heeft geschoren en nu dit jaar ook weer. Het is een Vlaming en een Engelsman. En die zijn heel goed op elkaar ingespeeld. En die scheren ontzettend professioneel, ontzettend knap. Ja, en heel snel. Dat zou ik ze niet aan kunnen doen. Zeker niet. De wol die verwerken we zelf voor een deel. Esther die is met name in de winter er druk mee met schoonmaken, met kaarden, met spinnen. Om tot wolle wol te komen. Om zelf ook te breien. En als mensen geïnteresseerd zijn in wol, kunnen ze dat ook bij ons krijgen. We kunnen het wel aan de wolfederatie verkopen, maar daar krijg je zulke belachelijke prijzen voor. Ja, dat brengt het scheren nog niet eens op. Dus we hopen op een betere markt. Ja, we proberen die dus zelf enigszins te creëren of elders te vinden nog. Iedereen kan ons altijd benaderen voor wol. Ook voor ruwe wol. Als mensen geïnteresseerd zijn in gewoon een ruwe schapenvacht om mee te filteren zelf of om wat dan ook mee te doen, dan kunnen ze die bij ons altijd krijgen. Geen probleem.
We zitten hier in Museumpark Orientalis. We hebben hier een oefening rondlopen met allemaal militairen in Orientalis, wel apart. Militairen uit België, Nederland en Duitsland. En die zijn hier bezig met een interculturele communicatieoefening, zo zou je het kunnen noemen. En waarom speciaal Orientalis? Nou, onze militairen worden over de hele wereld natuurlijk uitgezonden en die komen er heel veel verschillende culturen tegen. Om effectief te zijn in ons werk, en we hebben een vrij aparte taak, moeten wij heel handig zijn om met verschillende culturen makkelijk contact te maken, een band op te bouwen. We hebben dus voor deze oefening, hebben Orientalis, wat gewoon een prachtige setting is. En als daar een aantal trainingsacteurs, beroepsacteurs lopen hier rond, die beelden een samenleving uit. Als je dat compleet maakt, is voor onze militairen heel geloofwaardig dat ze in een land zitten waar ze ook op uitzending zouden kunnen gaan. Is dit een speciale eenheid, speciale opleiding? Nee, deze zijn meer militaire hulpverleners. Dus in crisisgebieden zijn wij degene die dus in het gebied ingaan om heel veel contact te leggen met lokale autoriteiten, met de bevolking zelf, met hulporganisaties. Het is vooral de psychologische kant die het dus moeilijk maakt. Het is fysiek niet heel erg zwaar, maar we moeten zorgen dat wij makkelijk contact kunnen maken met de mensen die we hier tegenkomen. En de acteurs spelen volgens een bepaald norm- en waardepatroon. Dus we moeten zorgen hoe we daar het beste contact mee moeten maken. En sommige gesprekken gaan heel makkelijk. Er zitten ook hartverscheurende hulpvragen in. Dat je echt bijna met tranen in de ogen daar denkt van, oh, deze vrouw heeft het echt heel slecht, bijvoorbeeld. Maar ook gewoon een soort maffiabaas die met hele bedekte, maar felle dreigementen onze mensen echt in de hoek probeert te praten. En daar zijn ze, moet ik zeggen, heel erg goed in. De acteurs dus. Nou, wat hier nu achter ons gebeurt, hier wordt nu een scenario gespeeld waarbij onze militairen aan het praten zijn met de burgers, de acteurs waar ik het over had. Het is maar een deel van de militairen van deze groep. Een paar zijn binnen, bezig met een heel pittig gesprek. En de collega's hiervoor zijn aan het praten met de mensen op de straat die er in de buurt wonen. Zo proberen de militairen vanuit verschillende hoeken informatie te krijgen. Die worden ook door die acteurs zeker wel getest op hun vaardigheden. We gaan ook niet dichter erbij om ze wel alle ruimte te geven voor hun veilige leeromgeving. Dus vandaar dat we hier op een afstandje even te kunnen bekijken. Ik ben geen echte acteur, maar ik ben reservist bij de krijgsmacht. Dus dat betekent dat ik een normale baan naast de krijgsmacht heb en af en toe als militair gevraagd wordt om op te treden. Soms in groen tenue, ik ben ook op uitzending geweest, maar deze week ben ik roleplayer. Wat vindt u ervan? Ik vind het hartstikke leuke oefening. Het is een mooie omgeving. En zelf ben ik hier ooit een keer met mijn kinderen geweest. Maar het is leuk om op deze manier terug te zijn. En het is nuttig voor militairen om op deze manier te oefenen. We zijn hier in de Romeinse straat. In de Romeinse straat hebben we in verschillende huizen de commandoposten van onze militaire eenheden neergelegd. Die eenheden bestaan uit Nederlandse, Belgische en Duitse militairen. Vanuit hier gaan ze al hun operaties lopen, bij wijze van spreken. Hier komen ook af en toe acteurs naartoe. Die komen hier met een hulpvraag of wat dan ook. We kunnen hier gewoon in deze setting op een hele mooie manier onze militairen leren te bewegen. Met alle wapens en uitrusting op een niet-agressieve manier. Dus militairen zijn echt benaderbaar en dat kun je hier zien in Orientalis.